We gaan kijken of we nu wel contact kunnen leggen met Kiara in Krachenburg op dit moment. Hallo. Hey, hallo. Nou, je bent vlakbij het huis, hè, van de winnares. Dat klopt, ja. Ik loop op het meest plattelanderige stukje van Flevoland. Het is Krachenburg en het is hier modderig en winderig. En het wordt ook al een beetje donker, wat natuurlijk wel heel mooi in de Sinterklaassfeer past. We zijn op weg naar Iris van de Wiel, als ik het goed zeg. En zij is uit mijn hoofd 6 jaar. Zij heeft voor ons voor Sinterklaas een kleurplaat gemaakt van de Sinterkiek, als ik het zo mag zeggen, onze vogel. En zij is uit alle inzendingen gekozen tot de beste kleurplaat. Zij hebben haar naam in chocoladeletters. En ook voor haar zusje, die heeft ook meegedaan, zitten de letters er ook bij. Sinterklaas was gul dit jaar. We gaan eens eventjes kijken of ze thuis zijn. Ik zie al wat door het raam. Hopen dat ze open doen. Oh, ik zie 2 pietjes. Oh, ze zijn verkleed als pietjes. Nou, gaan we eens kijken of ze willen open doen. Hallo? Goedemiddag, wie zijn jullie? Iris en Jolien. Iris. Jij bent Iris? Ja. En jij bent Jolien? Ja. Weet jullie, ik ben Kiara en ik kom van Omroep Flevoland. Weten jullie waarom ik hier ben? Nee. Nou, jullie hebben volgens mij meegedaan aan een kleurplatenactie. Ja. Klopt dat? Ja. Ik had mijn grote nu al klaar, hè? Goed zo. Ja, zij had gewonnen. Jolien heeft gewonnen. Heeft Jolien gewonnen? Waarmee dan? Met de kleurwedstrijd. Van wat? De kleurwedstrijd waar je het net over had. Is dat zo? Ja. Nou ja, ik heb eigenlijk ander nieuws. Kijk, ik heb hier een foto bij me. Dat is een foto. En op de foto zien we Sinterklaas met een kleurplaat. En volgens mij is dat de kleurplaat van Iris. Ja. Dus dat is Sinterklaas. Mag je even aanpakken? Sinterklaas, met jouw kleurplaat. Kan je even vertellen wat je precies hebt gekleurd? Een vogel die lijkt op Sinterklaas. Cadeautjes. Een dak, de maan. Ja, en nou is er iets heel bijzonders aan jouw kleurplaat. Jij bent de enige van alle inzendingen die dakpannen heeft getekend op de daken. Waarom heb je dat gedaan? Vind ik leuk. Ja, want anders kan Sinterklaas niet zo goed op het dak lopen, hè, zonder dakpan. Dan glijdt hij eraf. Ja. Hebben jullie al vaak je schoen mogen zetten? 2 keer. En wat hebben jullie toen gekregen dan? 1 keer een chocoladeletter, 2 keer chocolademunten. Oh, dus jullie zijn wel echte chocoladeeters hier? Ja. En nu wil ik graag een cadeautje, want ik heb nog geen keer een cadeautje gekregen. Oh, nou dat is dan heel goed, want zoals je ziet heeft Sinterklaas jouw tekening in zijn hand. En dat betekent dat jij gewonnen hebt. Maar omdat jullie allebei hebben meegedaan, dacht Sinterklaas, laat ik maar gewoon allebei jullie namen geven. Wat denk je dat hier nou in zit? Cadeautjes! Jullie hebben jullie naam gewonnen in chocoladeletters. Yummy! En dat zijn... Jullie mogen eens kijken wat er allemaal in zit. Het is... Het is niet alleen Iris en Jolien, want er zit nog veel meer in. Tom ook! Moet je kijken. Tom zit er ook bij. Nee, Tom zit er niet bij. Deze is volgens mij 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dit is die van Jolien. Kijk. Zie je dat? Ondertussen worden de chocoladeletters uitgepakt uit een grote zak van Sinterklaas. Er zitten hele pakketjes bij. Jolien heeft een heel pakket. Kijk eens. De I. En weet je wat het voordeel is van de I altijd, hè? Er zitten altijd... 2 in een verpakking. Er zitten altijd 2 in een verpakking. Maar ik vind het leuk omdat ik 2 in mijn naam heb. Dat klopt. En je hebt dus nu 4 keer de I, want er zitten 2 letters I in jouw naam. En daarnaast heeft Sinterklaas ook jullie achternaam er nog bij gedaan. Dus jullie hebben zowel jullie voornaam... Van de wiel. Alle letters. Het zijn in totaal 19 chocoladeletters van Sinterklaas. En gaan jullie die nou een beetje delen of gaan jullie die in je eentje opeten? In je eentje. Natuurlijk. Ja, alles is voor Jolien en voor Iris. Ja. Nou, heel veel plezier ermee en ook een hele fijne pakjesavond morgen. Nou, dat gaan we zeker doen. Wat zeggen jullie dan? Dankjewel. Dank u, Sinterklaasje. Dankjewel. Dankjewel, Sinterklaas.
Dankjewel, Sinterklaas. Nou, volgens mij zijn de chocoladeletters hier hartstikke goed terecht te komen. Wij blijven gewoon nog even om te kijken of we misschien ook een letter mogen meekrijgen. Natuurlijk, misschien wel een heel klein stukje. Dankjewel, Kiara. Dat zijn niet de enige winnaars die wij kunnen verrassen. Nee, dit was dus de winnende tekening van Iris. Nou, die is uitgebreid besproken zojuist. Maar we hebben nog vijf troostprijzen, zou ik maar zeggen. Nou ja, andere winnaars. Ik heb hier Jasmijn uit Luttelgeest, 6 jaar. Die krijgt dus ook een chocoladeletter. Je zet jezelf even in beeld, Jeroen. Dan kan iedereen even meekijken. Met een mooie tekening. Precies. Kijk eens eventjes. Dan hebben we Shania van Maurik uit Lelystad, 8 jaar. Ook beloond met een chocoladeletter. Gefeliciteerd. Dan hebben we Milan Willems, Almere Waterwijk, 5 jaar. Dat zal ook een chocoladeletter opleveren. Dat zal de M zijn. Dan heb ik hier nog Rosanne op de Woord, Emmeloord, 7. Ook prachtig. En dan de laatste, Luc. En de achternaam kan ik niet zo heel goed lezen. Ik denk dat er Funderink of zo staat in de schoener. Dat is ook Lelystad, denk ik. 8 jaar, ook een chocoladeletter gaat die kant op. Nou, dat is dan het feest voor dit jaar, Sinterklaas. Morgen is het pas echt feest, maar we hebben er alvast een voorschotje op genomen. Alle chocoladeletters zijn vergeven. Allemaal van harte gefeliciteerd. En bedankt voor het inzenden van die prachtige tekeningen.